Hugo, een nieuw duo. Een nieuw duo en een nieuwe vrijdagavondshow, want het is je vrijdag. En Sebastian en ik gaan zich helemaal los in de vrijdagavondshow van 6 juli. Bam! Ham, bam, bam. Ham, bam, bam. Dat was een mooie, hè? Die laatste, die mocht niet. Die mocht eigenlijk niet, nee, want er moet dan een bumper. Misschien heeft Rob hem wel uitgeklikt. Misschien hebben jullie helemaal geen ham, bam, bam gehoord. Dat kan volgens zo. Volgens mij heb jij nog een beetje last van je maag door het lekkere broodje van net. Ja, we hebben net heel lekker broodje gehad. Ik had sowieso vorige week last van mijn maag, hè? Ik was ziek vorige week. Ja, we moesten de hele week zonder jou doen. Klopt, ik vond het wel lekker eigenlijk. Nou, ik was er eigenlijk wel gewoon de hele week, maar vanuit huis. Ja. En, nee, maar ik heb jouw rotkop hier niet gezien, dus... Klopt. En mijn rotkop. En zodra de borrel begon op vrijdag was ik weer beter. Dus dat betreft zat ik goed. Heb ik helaas moeten missen. Maar we hebben natuurlijk weer een nieuwe vrijdagavondshow. En eindelijk leuk. Ik heb nog nooit volgens mij met jou alleen gepresenteerd. Nee, dus daarom zei ik ook een nieuw duo. Dat is uniek. En een nieuw duo sluit mooi. Geeft een mooi bruggetje naar de nieuwe prijsvraag van deze week. Ja. Want we geven 3 keer Ratchet & Clank HD Trilogy weg. HD Collection, toch? Ja, HD Trilogy Collection. Oké, okay, Trilogy Collection. Dus 3 games. Ja, dat zijn 3 games. En we geven hem 3 keer weg. Dus 9 games in totaal geven we weg. Voor de PlayStation 3. PlayStation 3 exclusive inderdaad. En dat is natuurlijk ook een duo, Ratchet & Clank. Dus wat hadden we een leuke vraag bedacht? Namelijk... Wat vind jij het leukste XCN duo? Dus je hebt heel veel vrijdagavondshows gezien en heel veel nieuw binnens natuurlijk. En die worden altijd 2 personen ingesproken en gepresenteerd. Maar wat vind jij nou het leukste duo en waarom? Ja, je mag ook totaal nieuwe combinaties maken. Je mag ook nieuwe combinaties maken. Je mag photoshoppen of paint. Hieronder de reactie achterlaten waarom jij, ik kan het ook uitleggen. Hugo en ik het leukste duo vindt. Want wij zijn het leukste duo natuurlijk. Dat is ja, we hebben wel een paar leuke nieuwe binnenschatten. Ja, zeker, zeker. En nou ja, goed, de beste 3 inzendingen die winnen die game. Voor de PlayStation 3 dus. Ja, top en we hadden natuurlijk ook deze week... Ja, vind je het top game? Hoezo? Ja, heb jij die recensie gedaan? Nee, ik heb hem gedaan. En die gaf hem een 8 geloof ik. Ja. Maar, heb je zelf ook die games gespeeld ooit? Ik heb ze gespeeld. Ik heb deze collectie, om eerlijk te zijn, niet gespeeld. Maar ik heb wel de PlayStation 2 delen wel echt grijs gespeeld, toch? Ratchet & Clank. Dat vind ik misschien wel het leukste duo wat er is. Ratchet & Clank? Ja. Ja, heb je nog meer echt duo's in de games? Ja, Professor Layton en dat hondje, toch? En Mario en Luigi. Ook wel. Ja. Dat is niet echt een duo, hè, natuurlijk. Ja, maar dan is Mario en Luigi toch wel... Dan is dat cool, ja. Ja. Maar goed, we hebben natuurlijk deze week weer een nieuwe prijsvraag. We hebben natuurlijk de prijsvraag uitslag van vorige week nog. Want de nieuwe is dus die Ratchet & Clank. Spannend. En wat gaven we ook weer weg? We gaven 2 spaceships weg van Mass Effect. Daar heb ik van gehoord, want ik heb er zelf niet bij natuurlijk. De Normandy, toch? Ja, en dat zijn... volgens mij zijn die... Ik heb het niet gezien ook nog, de spaceship. Maar we hebben er ooit eentje gehad. Volgens mij zijn die zo groot of zo. Ja. Het is dus een best wel een cool collector's ding als je Mass Effect fan bent. Want die kun je niet kopen in de winkel, toch? Nee. Nee, die kun je alleen dus bij ons winnen. Alleen bij ons winnen. En ik weet ook niet of ze bij een special edition zitten. Volgens mij ook niet. Nee. Want we gaven ook nog een Mass Effect Vault weg. Ja. Om je Xbox, was dat volgens mij. Ja, en, maar die zat wel in de Collector's Edition. Ja? Jawel. Nee, die moet je apart kopen, hoor. Echt? Ja, want die worden speciaal gemaakt door Excalibur. Je hebt gelijk. Die maakt die vaults. En die moet je echt apart kopen. Maar wij hadden er eentje van IE gekregen om weg te geven aan jullie. En die prijsvraagwinnaar is ook al bekend. Die staat op de site. Okay. Maar goed, die 2 ruimteschepen dus. En wat moesten ze doen? Zoals jullie weten zijn heel veel fans niet tevreden over het einde van Mass Effect 3. Ja. En daar gaan we het niet over hebben, want we willen natuurlijk niet spoilen in de vrijdagavondshow. Nee, maar ze moesten een nieuw einde verzinnen. En ik vond het wel een hele leuke vraag. Want ik heb deze week toevallig ook Mass Effect 3 uitgespeeld. En je zit toch wel een hele groot Mass Effect liefhebber. Ja. Heb ik echt 6 jaar lang met heel veel plezier gespeeld. 6 jaar lang? Jezus. Maar man, wat een kut einde. Ja? Dus het was wel echt goed dat we een nieuw einde mochten. Ja, ik vond een hele Maar er is nu ook een nieuw einde. Er zijn nieuwe einde. Ja, ik heb het gespeeld. Extended Cut. Ja. Cut. De Extended Cut. Het is eigenlijk dus Extended Cut. Dus eigenlijk een leuk woordgrapje. Ja. Want je krijgt een extra scène en that's it. Okay. Nee, niet. Dus niet heel veel. Nee, je krijgt geen ander einde. Je keuzes die je hebt gemaakt, die worden niet beter uitgelegd. Ik vind het heel matig. Goed. Maar de winnaars dus. Jullie zitten heel veel op te wachten natuurlijk. En de winnaars zijn geworden Joran Lamaris en Roy Groesbeek. Gefeliciteerd. Dus gefeliciteerd, gasten. Jullie krijgen dat coole ruimteschip toegestuurd. Misschien wel leuk om te vragen van als jullie het ruimteschip binnen hebben, even een fotootje maken. Maak een fotootje. En plaats op onze Facebook of zo. Precies, ja. Kan altijd even op onze Facebook sturen. Via mail, zet het onder deze vrijdagavond zo. Ja. Kan ook. Ik weet trouwens niet wanneer jullie hem binnenkrijgen, hoor. Kan zomaar 2 weken duren. Maar, ja, dat is een pakketje, een goed pakketje. Ja. Maar dan besteden we daar aandacht aan in de volgende vrijdagavond show.
Nou ja, dat weet ik niet, maar... Ja, dat kan. Misschien, waarschijnlijk niet, want dan zou je het wel vergeten. Je kent Rob, die maakt die shows. Die vergeet alles. Ja, maar de releases hebben we natuurlijk deze week. Twee games, eigenlijk twee grote titels. Heel veel, hoor. Ja, en nou, heel veel inderdaad. The Secret World kwam natuurlijk uit. Dat is een MMO van Electronic Arts in samenwerking met Funcom. En die kost volgens mij in de winkel 50, 60 euro. En dan heb je nog een maandelijks abonnement van 15 euro. Ja, dat is een flinke besteding. Ja, dus dat is inderdaad... ik weet niet. Ik heb er niet zoveel over gehoord. Het is zomaar uitgekomen. Mensen spelen Diablo Heb je het niet echt in de gaten gehouden. Er zijn heel veel beta's zijn er geweest. Dat wel, ja. Van de Secret World. Zowel open als gesloten. Ja. En de feedback was over het algemeen wel positief. Ja. Dus ik ben het is wel een goede game, denk jij. We krijgen die recensie nog, natuurlijk. Die moet er nog aankomen. Ja. Maar er zal een van onze PC-rotten zal die wel recenseren, zoals Tristan of zo. Ja, volgens mij zit Tristan inderdaad nu op. Ja. Die had ook zo'n speciale MMO-muis gekregen laatst. Dat is van Logitech. Die heeft een muis voor je PC gemaakt. Oh, met iets van 30 knoppen erop of zo. Ja. Dus die had hij gekregen. Dus dan dachten we, nou, moeten we hem ook die Secret World geven. Dan kan hij dat Ik zag een tweet van proberen. Tristan voorbij komen dat hij het wel vet vond. Alleen dat hij nog nooit zoveel knoppen op één muis had gezien. Nee, dat lijkt me heel apart. Hoe moet je dan, zeg maar... Ja, het zijn natuurlijk niet knoppen die je de hele tijd indrukt. Het zijn, je zet er je inventory fire. En zo. Dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, dus je gebruikt ze af en toe. En Test Drive Ferrari Racing Legends kwam deze week uit. Dus je waarschijnlijk hier om ons heen kijkt nu op de show, op de site, zie je ook de informatie erover. Je kan hier boven klikken en dan krijg je een trailer. We zouden het heerlijk aan afteren weer. Hè? Ja, we zouden... Ongegeneerde advertenties. Ongegeneerd. Maar Test Drive, we hebben ook die nieuw binnen gedaan. Rob en ik toevallig. Hij was toch wel leuk, of niet? Was best leuk, ja. Ja. Alleen het is wel echt voor Ferrari-fans natuurlijk, want het zijn alleen maar Ferraris die erin maar, zitten. Maar Test Drive, dit is dus ook van Test Drive Unlimited. Ja, alleen totaal anders, want je hebt hier gewoon tracks en het is heel realistisch. En Test Drive Unlimited was redelijk realistisch, maar was een open wereld natuurlijk, waar je rond kon rijden. Ja. Wat ik heel vet vond. De eerste vond ik echt heel vet, de tweede heb ik niet echt gespeeld. Ik ben toen naar die pers-event geweest, van het eerste deel. En dat vind ik nog steeds een van de leukste pers-events ooit. Namelijk omdat wij in een spijker wagen mochten racen. Oh, waar was ik? Ja, weet niet. Ik werkte toen bij een andere site, dus ik had een andere weg geven. Dat weet ik helemaal niet. Dat heb ik nooit van gehoord. Ja, was heel vet. Oh, wat vet. Nou, cool. En goed, dus die is ook uit deze week. En volgende week komen er weer twee games. Inversion. Ja, lang op moeten wachten. Heel lang. Hij is aan elkaar uitgesteld. Die is 6 keer uitgesteld. Volgens mij zou die in het begin al gewoon in maart of zo komen. Ja, dacht van vorig jaar. Nee, afgelopen maart, dat wel. Oké. Okay. Maar ja, Namco heeft het een beetje... Ze zien niet zoveel toekomst in die game, dus ze hebben hem een beetje laten schieten. Nee, ja. Weinig campagne ook eigenlijk, toch? Ja, helemaal niks. Nooit een paar keer een screenshot en een keer gespeeld. Hier en daar. Ja, we hebben het volgens mij 1 keer gespeeld al. En daar was best positief, weet ik nog. Hij is nou binnengekomen op kantoor, dus je kunt binnenkort een recensie al verwachten. We kregen hem vandaag. En de nieuw binnen natuurlijk. Ja, we kunnen zo wel even nieuw binnen opnemen nog van, inderdaad. Ja. Maar goed, dus die is uit en volgende week, in ieder geval volgende week komt die uit. Welke dag, weet ik niet. En Quantum Conundrum. Voor Xbox Live Arcade komt volgende week. En daar weet ik minder over dan jij, denk ik. Minder over dan ik? Ja, ik denk dat jij al expert bent in Quantum Conundrum. Dat is een puzzelgame, toch? Ja, ik weet niet, een beetje... Oh, jij weet het ook echt niet? Nee, okay. ik heb een recensie van een andere website voorbij zien komen. Hebben die de recensie al? Die waren gematigd positief. Oké, gematigd positief. Ja. Goed, nou, het nieuws van deze week. Dat is gewoon een beetje een apart nieuwtje. De PlayStation 3 super slim wordt waarschijnlijk aangekondigd op Gamescom. Het kan nog dunner. Kunnen we even laten zien hoe de slimme naar uitziet? We hebben geen slim hier. Oh, ik alleen zie maar twee koelkasten daar. Ja, twee van die ouderwetse hebben we nog staan. Maar de slim is echt, die is al zo. Die is hè? Al zo, dus die wordt dan super slim. Wordt een soort van... Er wordt een soort MacBook Pro Plus. Ja, ja. Een soort van Microsoft Surface Tablet. Ja. Nee, denk ik niet. Maar, wat vind je er nou van? Nou, ik vind het... ik weet niet. Ik zou liever een PlayStation 4 natuurlijk zien. Liever een dikke PlayStation 4 dan een super slimme 3. Waarom zijn Hollanders nooit tevreden eigenlijk? Ja, ik weet niet. Maar wat moeten we nou nog met een dunner? Ik bedoel, ik vind het eigenlijk... Die koelkasten die hier staan, vind ik wel wat hebben. Ik vind het een mooie glans. Ja. Bij die slim is die glans helemaal weg. Ja, dus, het is mat. Een lelijke kleur zwart. Ja, klopt. Ja, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar het blijft natuurlijk een gerucht, dus... Ik denk dat het wel klopt, hoor. Ik denk dat we op de Gamescom... Weet je waar de bron vandaan komt? Nee. Is dat je hoofd? Nee. Nee. Maar ik denk dat we op de Gamescom gewoon wel die aankondiging gaan krijgen. Ja. Vorig jaar hebben ze daar de slim aangekondigd. Maar nu ik denk super niet slim. Dat hij alleen dunner wordt. Dan zal hij ook wel sneller en zo worden. En een hardere... Of hardere. Ja, maar grotere, waarom? Grotere schijf. Waarom? Ja, grote schijf. Waarom zou je alleen een spelcomputer maken, alleen een dunnere versie? Dan schiet er toch niks meer op? Nee, ja, voor mensen die weinig kastruimte hebben. Ja, dat slaat echt op, man.
Een beetje gamer heeft zijn eigen hoekje ingericht. Speciaal voor zijn favoriete spelletjes. En als je zo'n grote tv hebt staan, kun je hem altijd wel kwijt erbij. Maar goed. Precies. Dus, ik weet het niet. Maar je zit niet echt op te wachten. Je wordt er niet echt warm van. Nee, ik word er helemaal niet warm van. Ik werd dan niet warm van de Slim namelijk. Ik vind die prima, het oude ding. Ja. Dan een demo nieuwtje. Namelijk de demo van Resident Evil 6. Die wordt beschikbaar voor Drogma. Ja, Dragon's Dogma bezitters. Ja, als je die gekocht hebt, Dragon's Dogma ooit... ik weet niet, misschien heb je hem gekocht. Heel populaire game onder redactie trouwens. 8,5 van Eke. Maar als je die gekocht hebt, kun je nu aan de slag met de Resident Evil 6 demo op Xbox. Is dat dat is al open. Echt? Ja, en Yuri heeft hem bij ons gekregen van ons. Want wij hadden even niemand met Dragon's Dogma die ook die... want je zat alleen in het officiële spel. Hè, maar er is vrij weinig beelden over vrijgegeven. Ja, nog niet. In principe zouden we eigenlijk wat moeten filmen. Maar goed. Ja. Maar Yuri is ermee bezig. En maandag kun je zijn impressie lezen over die demo. Oké. Okay. Ah, dus vet. Dat pakken we weer goed aan nu. Ja, cool hè. Hebben we snel geregeld. Ja. Wacht. Wil je meer over Resident Evil praten? Ja, dat voelde ik wel aan. Ik denk, we moeten hier snel vanaf. Je voelt het ik weet niet zoveel van Resident Evil namelijk. Maar vertel. Oké, want op de E3 hebben we natuurlijk een trailer voorbij zien komen. Ja, die was heel vet trouwens, vond ik. Vond ik wel vet. Jij niet? Ik wilde eigenlijk erover gaan hebben dat ik hem heel erg tegen vond. Ja, ik vond hem echt heel vet. Ja. Dat kan dus best wel verschillen. Ja, maar dat komt ook omdat Resident Evil 5 was het ook niet voor mij. Omdat ze heel het concept hebben overboord hebben gegooid. Ja. Van de donkere, claustrofobische gangetjes tot naar een grote, vrolijke omgeving. Klopt, ja. En dat lijkt met deze... Het is te vrolijk. Nou, niet te vrolijk. Gewoon te open en te kleurrijk. Oké. Okay. En dan lijkt het met dit deel weer die kant op te gaan. Maar ze zijn heel erg... als ik een beetje zo de plannen van Capcom... weet ik toevallig een beetje... Ja. Zijn ze heel erg op die titel aan het inzetten, heel groot. En dus, waarom weet jij dat? Ja, ik heb inside information. Hè? Ik heb inside information. En die gasten die... die zijn dus wel heel erg trots al nu op een titel. En die weten, dat doen ze alleen als ze weten dat zo'n game goed wordt. Oké. Dus ik denk dat het wel echt wel... dat het jou weer blij gaat maken. Ja, het is gewoon een high-budget game, dat sowieso. Ja, tuurlijk, ja. Net zoals het vorige deel. Triple-A-titel, noemen ze dat zo mooi. Zeker. Andere mooie triple-A-titel is... Triple-A. Ja, Rome Total War 2 komt eraan. Zo. Heel vet. Ja. Heel gaaf. Is echt cool voor strategie-gamers. Dat was ook alweer lang geleden dat die Rome Total War 1 uitkwam. Dat is alweer 2006 of zo, geloof ik. Gaat snel, hè? Ja. Maar dat is echt een vette game. Dat moet wel gewoon goed gaan worden. Er zijn heel veel mods voor verschenen, hè? Dus het is wel een soort van mod-toegankelijke game. Total War. En dit is denk ik een van de laatste games die Sega gaat maken, hè? Ja, die gaat natuurlijk helemaal stoppen. In samenwerking met Creative. Ja, natuurlijk gaat Creative waarschijnlijk wel door. Ja, en misschien blijft Sega het wel uitgeven, hoor. Want ze gingen wel een aantal franchises in leven houden. Zoals Voetbalmanager bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel succesvol. De Olympische Spelen games zijn vrij succesvol. Mm-hmm. Dus misschien gaan ze hier ook wel gewoon mee verder. Dat weet ik eigenlijk niet. Heb jij de eerste een beetje gespeeld? Van Rome Total War? Ja, een beetje. Ja, ik vond het wel vet. Ik heb die mod gespeeld van The Lord of the Rings. Die vond ik heel gaaf. The Lord of the Rings mod? Die wist niet eens wat bestaan van. Ja, nee, dat is heel apart. Want Rome Total War kwam tegelijkertijd uit met The Battle for Middle Earth. Ja? Van Electronic Arts. Ja. En die mod, die werd gewoon beter ontvangen dan die RTS van Electronic Arts. Ja, ja, maar heel dat is apart. Omdat Rome Total War was gewoon zo'n goede game. Ja, dat is echt die epische. Maar heb je er heel veel tijd in gestopt dan? Want ik was er alweer snel een beetje op uitgekeken. Ja, ik heb meer tijd in de mod gestoken dan in de normale game. Maar ik ben een heel groot Lord of the Rings liefhebber, dus ik liep helemaal warm. Dus eigenlijk moet er een keer een goede Lord of the Rings MMO voor jou komen. RTS. Of RTS eigenlijk. Ja, ik wacht RTS, geen MMO's. Ik wacht nog steeds op de Battle of Middle Earth 3. Oké. Okay. Dus Warner Bros, doe je best. En Electronic Arts en plup. Goed, Battlefield 3, 15 miljoen keer verkocht. Ja, ziek shit. Ziek dat shit. Is echt ziek shit. Dat is heel veel. Maar is, in vergelijking met Call of Duty een beetje schaal, toch? Ja, ik weet niet of die is verkocht. Maar het zal echt wel om de 25 miljoen gaan, denk ik al. Ja, dat is echt niet normaal, hoor. Daar gaat als een warm broodje voor de toonbank. Ja, nog steeds. Hè. Die games staan nog steeds elke week in onze top 10 lijsten. Gek werk. Maar desalniettemin echt een heel mooie... Goede prestatie voor EA, hoor. En DICE. Want ze hebben echt je zag ook wel, Battlefield 3 was wel echt hun paradepaardje vorig jaar. Dat was wel waar ze op richten en het is ook gewoon goed geworden. De XCR-redactie moest een top 5 samenstellen en Battlefield 3, die stond bij mij op eenzame hoogte. Ik kan dat zeggen. Volgens mij was media en ook bij ons intern was iedereen positiever over Battlefield dan over Call of Duty afgelopen jaar. Ja. Maar ja, hij kreeg ook een cijfer op XGN. Ja, maar het is toch een beetje die hype die om Call of Duty altijd heen hangt. Dat geluid, dat audio is echt ongeëvenaard. Zeker, vet. Net alsof je naar een documentaire zit te kijken. Alleen het jammere vond ik dat als ik online speel, in ieder geval ben ik altijd dood. Het is gewoon, die gasten zijn zo goed. Ik weet niet hoeveel tijd jullie hebben, jongens, om in die spellen te stoppen. Maar ik kan niet meer meedoen.
Oh, nou weet ik het weer. Want jullie hadden die, die beta opgenomen, toch? Ja, we hadden een keer zoiets opgenomen. Oh, was je aan het falen toen? Ja, volgens mij was het Rob ook. Oh nee, Rob ook. Ja, Rob was dat, ja. Die zit erachter, dus we wijzen nu naar hem. Maar dat ging echt. Zie ze wel, hoor. En ik heb daarna ook nog een paar keer gespeeld. En ik kon echt, niet eens wegkomen zo'n beetje. Ik had leed vermaakt. Zo goed. Maar jij kan het dus wel? Ik kan het goed, ja. Oké. Okay, ja, okay. En ik ben best bescheiden. Dus, Ja, nou. Jongens, dus als je het op, hoe kunnen ze jou vinden? Heb je per se, welke versie? Steam. Steam versie. Ik zit op het account van mijn broertje. Die heet Matje Q. Dus zit jouw broertje ook bij de XGN groep? Want we hebben een XGN Steam groep. Oh, dan moet hij even bij. Als je daarbij gaat, doe ik dat even. Kunnen ze jou vinden? Dus M-A-T-J-E-Q. Ja, en de XGN Steam groep, xgn.nl. Yes. Dus heel goed, want heel veel coole gasten die elke dag gamen zitten daar ook. Dus als je mee wil spelen met anderen op Steam, dan moet je bij de xgn.nl groep. Daag maar uit als je durft. Ander nieuws, Hitman Absolution krijgt een deluxe edition. Met een Agent 47 beeldje. Fucking vet. Heb je het plaatje gezien? Nee. Oh, ik ben helemaal verliefd op het beeldje. Het is het coolste beeldje ooit. Jullie zien er nou voorbij komen? Dit is de enige, ja, waarschijnlijk kun je het nu wel voorzien. Ja. Dit is de enige deluxe edition dat ik dacht van ja, die wil ik hebben. Ja? Die, ja. Kan je deze ook echt aanschaffen? Nou, ik heb toevallig... Je hebt even een balletje opgegooid precies, bij de uitgever. Bij Square Enix heb ik even gepraat. Ik zeg, die moet ik hebben. Heb je toch een mooi leven eigenlijk? Die moet ik hebben. Dus ik heb, volgens mij heb ik hem al geregeld. Maar dat weet ik niet zeker. Maar echt top. Echt top. En ik zou zeggen, kijk even nog een keer goed naar het plaatje. Ja, maar en geniet. Kijken, er zit een Agent 47 beeldje, een artbook, de rest boeit niet zoveel. DVD, een gunpack deels. Wie gaat de making-of DVD kijken? Ik niet. Maar jij doet het echt voor het beeldje? Iedereen doet het voor het beeldje. Ja. Ja, misschien dat gunpack is wel leuk om te hebben nog in de game. Als je echt de hele dag gaat spelen natuurlijk. Maar een artbook, weet je, die zet je misschien neer in een vitrine of zo. Maar is de prijs al bekend? Nee. Maar, ik heb het persoonlijk gezegd, er zit geen prijs nog aan. Maar ik denk... De gewone game is denk ik €60 natuurlijk gewoon weer. €90 dus, ongeveer? Ja, 90. 80, 90. Ja, er zit wel zo'n heel beeld, hè. Het is 25 cent, dat ding is zo. Oh, dit is €100. Dan. Denk wel €100, ja. €100. Ja, maar heel vet. Ik echt aan te raden om die maar, te pre-orderen. Je zei net, een van de weinige collectie editions die ik graag wil hebben. Ja. Bedoel je nou dat jij collectie editions over het algemeen even tegenvallen? Ja, nou, vaak vind ik het niet zo heel veel. Weet je, een steel case of zo, denk ik. Nou, dat past niet eens in mijn kast. Want bij mijn andere games valt die dan, zeg maar... Dan is die, dat hoesje is ineens anders. Mm-hmm. Dus daar heb ik al niks mee. Ja. Zit hier ook een steel case bij, of niet? Nou, weet ik niet. Ja, maar kijk hier nu even naar rechts. Ik kijk hier even rond, want ik zie daar een Master Chief. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld een Sega-ding. Dat is natuurlijk wel... Dit is, maar dat zat volgens mij niet eens in mijn game. Nee, dit kregen wij... Dat kregen we weer apart. Minder. Dat is wel een vet ding natuurlijk. Ja. Maar die helm daar, die van Master Chief... Die Master Chief helft, die was wel heel vet. Kan ik die even goeie. Pakken? Nee. Dat doe mij niet, hè? Nee. Daar moet je vanaf blijven, Sebastian. Ja, je moet weten wanneer je ergens vanaf moet blijven. Ja, maar goed, we dwalen weer af. Dat is zo leuk, deze show. Hè? Ja. Dat is allemaal, we praten gewoon over allemaal dingen. Doorverkopen digitale games zijn legaal volgens de EU. De rechtbank in de EU heeft dat bepaald. Ik vind bepaald. Dat een positieve ontwikkeling. Ja, dat betekent dus, je zult denken, doorverkopen digitale games. Hè? Hoe zit het dan? Je mocht natuurlijk fysieke games, dus in een hoesje, mocht je al doorverkopen aan vrienden, weet ik wat. Dat kunnen ze natuurlijk niet in de hand houden. Mm-hmm. Maar digitale games, bijvoorbeeld, je hebt op Steam iets besteld en daar wil je vanaf. Dat kan nu niet. Want dat zit in jouw account gekoppeld. Je kan je misschien je hele account verpatsen. En je kan maar één code gebruiken. Dus precies. Maar waarschijnlijk blijft het wel dat je één code moet gebruiken. Mm-hmm. Maar kun je die games dus overdragen naar andere accounts. Ik vraag me af hoe dat gaat werken. En dat er dan een soort van, dat je dan een prijs kan bepalen. Met gaat sowieso ook werken voor de PS3 en 360? Om heel eerlijk te zijn. Nee, ja, dit is even... Dit is Steam, denk ik. Dit is even Steam, maar het moet uiteindelijk... In principe moet iedereen het nu doorgaan voeren. Dus ook op PlayStation Network en Xbox Live Arcade moeten ze dit gaan mogelijk maken in de Europese Unie. Dat is wel vet. Dus en ook terecht eigenlijk. Want als je voor een game af wil, moet het kunnen. Maar denk je dat er veel animo naar is? Ik denk dat het wel. Ik denk dat gamers iets materieels willen hebben. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld heel veel games op Steam. Ik heb helemaal die hoesjes niet. Dus dan heb ik die games op Steam al. Maar soms denk ik, ik speel het niet meer. En als je dan geld nodig hebt, zou het best wel chill zijn als je er vanaf kunt. Mm-hmm. En niet altijd met die games hoeft te zitten. Zeker als het een wat slechter spelletje is, dat iemand anders misschien heel leuk vindt. En, ik vraag me af hoe die veiling dan gaat. Een soort actionhuis wordt het dan. Of zo. Maar heel veilig eigenlijk juist. Ja? Want als jij dus dat zou doen via Steam, kunnen ze natuurlijk een systeem maken. Dat zodra jij dat bedrag hebt betaald en het is overgeschreven. Ja. Want het moet dan gewoon via een Steam account, denk ik. Dus dat je een soort van krediet overschrijft naar een ander account. Dan is in één keer die rechten van die game komen bij een andere persoon te liggen. Terwijl als je via marktplaats iets doet,
moet je maar hopen dat hij op de post gaat. Ik ben een keer opgelicht. Ja, ik ook. Dus dat is, echt. Maar daar ga ik niet meer over praten, want daar heb ik een heel trauma over gehad. Zo erg zelfs. Stom. Hoeveel geld ging dat dan? Nou, dat was een iPod Touch van 64 gig. Oh. En ik was 250 euro kwijt. Zo, en opgelicht. Ja. Ja. En ik kreeg wel een mooi telefoontje een half jaar terug, want die gozer is opgepakt na een jaar. Ja, yeah, en heb je geld terug gehad? Nee, dat niet. ik had wel een soort van gerechtigheid. Ja, oké. Okay. Maar ja. Dat is een beetje het probleem. Maar Marktplaats, als ik iets boven de 100 euro daar zou kopen, zou ik er gewoon heen gaan om het op te halen. Dat is altijd slim. Hij had het heel slim gespeeld. Maar ik ga het niet meer allemaal op tafel leggen. Nee. Ik ben gewoon ingestonken. Als je het wil weten, dan bel je Sebastiaan gewoon even op dit nummer. Ja, is goed. 06. De recensies. Veel recensies trouwens. Ja. Voor een week met zulke rustige games. Op zich wel gemiddeld cijfers wel ook. Goede cijfers, ja. Ja. Heroes of Ruin, een 3DS game, kreeg een 7 van Alwin. Skyrim Dawnguard. Ja, het is natuurlijk de uitbreiding van Skyrim. De eerste betaalde. Ja, en voor een uitbreiding, een 7, is geen slecht cijfer. Dat is zeker wel goed. Ja. En die heeft Alwin ook geschreven. Dat is dus de uitbreiding dat je met vampiers en zo, voor de duidelijkheid eventjes. Mm-hmm. Dan nog een uitbreiding, Hugo. De Furion HD DLC voor Wipeout 2048. Ja, is voor de Vita. De futuristische racer. Ja, ik weet niet, dat zit een cross-platform is dat, hè? Dus dat op de PS3 heb je het dan, op de Vita. En als je het op de een koopt, werkt het ook op de ander. Dus dat moet je even uitzoeken. We hebben een berichtje over geplaatst hoe het precies zit. Maar hij krijgt een 8 van Laura. Ja, dat is vrij hoog. Ja, heel hoog. Voor DLC is dat hoog. Voor DLC. Maar ik heb deze week voor het eerst opgestart. En wat een gaaf game, man. Hoe kom je eraan ineens? Ik had 20 euro op haar decode. En opeens heb ik genoeg ruimte, omdat ik nou die 16 gigabyte stick heb gekregen. Ja. Dus ik heb hem geactiveerd, de code. En ik heb hem even gespeeld in de trein. Ja. En met koptelefoon op. Maar wat een soundtrack. Cool. Godverdomme. Het zijn ook goede games. Daft Punk, Deadmau5, Prodigy. Echt vet, toch? Wat vind je van de game zelf ook goed, toch? Ja, want ik vind het een hele goede games, maar ik vind het zo snel gaan. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja, het gaat net zo snel voor mij. Zo lekkere OT's. Ja, ik word oud, hè? Super scherp. Ja. Nee, maar echt, ik denk wel de beste racer nog steeds op de Vita. Dat is denk ik ook wel. Ja. Super zeker, game. Zeker. Dus als je geld over hebt, 20 euro maar. Goed. Ga voor Wipeout 2048. Ja. Ja, over de Vita. We krijgen trouwens maandag de Nintendo 3DS XL hier van echt, Nintendo. Ja, echt waar. We krijgen die hebben. Ja, nee. Maar nee, want Nintendo die wilde dat we er wat aandacht aan besteden. En die stuurt wat van die dingen uit naar redacties. En want hij komt over een paar maanden, over een maand of zo, komt hij in de winkel te liggen. Maar maandag gaan we misschien wel even een itemje over opnemen. Dus dan moet u maar kijken of we die volgende week kunnen. Misschien kom ik ook even langs. Gezellig. Dan mag Sebastiaan het itemje opnemen. Nou, ik denk het niet, want ik ben... Jij hebt een 3DS toch gewoon? Ja, en in de vorige vrijdagavondshows, heb ik me heel negatief uitgelaten over dat ding. Dus ik kan me er beter wat afzijdig van houden, denk ik. Oké. Okay. Nou goed, voor de rest, Walking Dead episode 2, Starved for Help of zo. Ik weet even niet de subtitel uit mijn hoofd. 8,5 van Tom. Ja, is echt een goede game weer. Tom is heel erg fan van die serie en het blijven gewoon goede games. Ik bedoel van de serie games. Ja, Ik ben ook fan. Ik vond vooral het eerste seizoen van de serie op HBO stond. Is die, volgens mij vond ik wel vrij goed. De eerste aflevering is nog steeds de eerste is het beste, duidelijk. Maar ik vind het nu een beetje tegenvallen, hoor, die serie. Dus, het is wel leuk. Het is een beetje een hype aan het worden, hè, zombies. Ja, dat wel. Maar wanneer is die hype over, denk ik? Of begint het nou een beetje over te raken? Want ik vond Lollipop Chainsaw, Ik vond niks. Maar dingen was wel heel positief over. Maar een hype. Het is eigenlijk altijd, hè. Zombies is al jarenlang een hype. Nee. En eigenlijk is het pas een hype geworden toen World at War met zombies kwam. In games bedoel je? Ja. Ja, oké. Okay, maar in series en in films... Ja, oké. Okay. Ja, je had al Buffy the Vampire Slayer toen ik nog 2 was, zeg maar. In de jaren 70 dus. Ja. snel verder. Offspring Fling kreeg een 8 van Jelle. Een 8 van Jelle. Geen idee wat dat is. Ik heb echt... Dat is volgens mij een puzzelgame of zo. Nee, volgens mij is dat Offspring. Dan moet je die achterlijke band vermoorden, toch? Oh, ik heb geen idee. Maar dan moeten jullie echt even zelf lezen. Want wij weten niet wat dit is. Nee. Wat ik wel weet is Pro Cycling Manager. Want 2012. Ik ben een groot Tour de France fan. Nou ja, jij bent aan het kijken. Ik zag een tweet van jou voorbij komen dat je eerste rang zat hier op kantoor. Ja, we hebben hier een Beamer aanstaan met Tour de France. Smiddags. Mart Smeets. Ja, nee, Mart, ja, de avondetappe natuurlijk op de NOS. Hoe noemt hij het? Ja. Ze noemen het niet de avondetappe, hè? Ze noemen het, ofwel? Sportzomer. Sportzomer, ja. De avondetappe is zeker op SBS. Ja. Nou ja, goed. Maakt niet uit, maar in ieder geval, Mart Smeets is natuurlijk een held. Ja. Dat is een held. Ja. Als mogen wij dat zeggen? Dat Mart Smeets een held is? Ja, dat mag ik wel zeggen. Dat is echt een van de beste... dat is de beste presentator van Nederland. Ja. Kunnen we wel zeggen op dit moment. Ja. Hij wordt alleen een beetje oud. Ja. Soms denk ik dat hij doodgaat tijdens de show. Dat weet je niet, hoor, met die gast. En hij mag wel iets meer bescheiden worden.
Ja, hij is wel erg vol van zichzelf. Maar dat ben jij ook. En ik bedoel, jij bent nog 18 of zo. Ben ik vol van mezelf? Nee, ik weet niet. Maar jij gaat Bassie en Adriaan interviewen maandag. Ja. Dus ja, en daar zit je wel vrij stoer over te doen al een tijd. Ja, maar dat mag toch wel. Ja, want Bassie en Adriaan komen met een iPad-game. Dus daar gaat ja, Bastiaan daar voor op pad. Ja, maandag heen. En jij gaat nog iets cools doen. Ja. Jij gaat naar Dublin. Ik ga naar Dublin. Twee dagen. Ik kreeg een heel leuk telefoontje vandaag voor jullie. Ja. 2 dagen naar Dublin. Bastiaan mag 2 dagen naar Dublin voor WWE, South Park... Darksiders 2 een dag lang. En Company of Heroes 2. Dus ja, Company of Heroes 2. Dat is natuurlijk belangrijk. Anders gezegd de line-up van THQ. THQ line-up, inderdaad. En Sebastian gaat daar 2 dagen lang al die games checken. En bier drinken waarschijnlijk. Veel pints. Ja, pintjes. Guinness. Ja. Maar hartstikke leuk. Ja, leuk man. Maar goed, Pro Cycling Manager, we dwalen helemaal af, man. 2012, die kregen 7 van Eke. En Eke was best wel positief, maar uiteindelijk toch een 7. Ja, Eke is echt een groot fan ook van die cycling managers. Ja. En 7, het is geen slecht cijfer. Hè. Het is geen triple A budget. Het is geen voetbalmanager. Precies, het is een soort van filmgame. Zo kun je het echt zien, alleen dan van een sport. Mm-hmm. Het is net als de Olympic Games, zeg maar. Ja. De serie boekt een beetje weinig progressie. Ja, dat is het. Het is jarenlang hetzelfde. Ja. Terwijl voetbalmanager die vernieuwt zich ieder jaar weer. Maar ja, het is toch even een ander budget, hè? Voetbal. En voetbalmanager wordt waarschijnlijk ook 10 keer meer, 30 keer meer verkocht. Ja. Dus dan hebben ze ook wat meer geld om te veranderen. Ik bedoel, FIFA verandert ook elk jaar mega veel. Ja. Dus, ik heb helemaal niks met wielrennen. Dus ik kan er helemaal niet mee over praten. Ik wil eigenlijk, moeten ze nog een keer een wielren game bedenken dat ze... Dat je zelf moet fietsen. Dat je inderdaad zelf moet fietsen, want dat is er eigenlijk niet. Niet echt. Echt een goeie, hè? Dat je denkt van dit, nu voel ik me echt in die sport. Hoe kun je nou goed fietsen? Hoe kun je een goede voetbalgame maken? Dat kan ook. Je gaat nou... FIFA. Blaadje valt er vanaf. Oké, nou goed. We laten het er wel verder gaan. Magic of the Gathering 2013 kreeg een 8 van Wouter. Dat is ook een flink hoog cijfer. Ja, ze hebben een beetje mild deze week, zeg. Het is Mutant Muts zelfs krijgt een 8 van Yuri. Niks, geen idee wat dat is. En Rainbow Moon krijgt een 7 van Tijmen. Ja, sorry joh, soms. We kunnen ook niet alle games wat van weten. Ik bedoel, die jongens, die Yuri weet alles van Mutant Muts. Dus de vrijdagavondshow is echt alleen maar improvisatie, hè? Zonder voorbereiding. Dit is ons transcript. Eén blaadje. En meestal als Rob het samenstelt, is het nog heel matig ook. Mag je hopen als alles erop staat. Ja, alweer. Jezus. Bijvoorbeeld die prijsvraagwinnaars. We konden niet eens weten wat voor einde ze hadden verzonnen. Ja. Dat was eigenlijk ook omdat ze niet willen spoilen. Want dat was ook spoiler, ja. Okay. Ja. Dat mag je niet zeggen, hè. Maar Hugo, wel Rob is een waarde laten. Hugo, vriendje, de vrijdagavondshow zit erop. Het zit er alweer op, ja. Dus volgende week. Ja, maar we moeten even nog even de week. Wat komt er volgende week? Oh, ja, dat weet jij. Bassie en Adriaan interview. We hebben een MMO-muis, denk ik. 3DS XL komt binnen. Wordt een geweldige week, joh. Ja, de Gamescom voorbereidingen gaan beginnen nu. Ja. En, daar gaan we met z'n allen naartoe. Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ook. Ik heb er heel erg veel zin in. Ja. Dus hou XCN in de gaten vooral. Ja, en we zoeken stagiaires, hè, jongens. Dus als je nog stage wil lopen, dan meld je even aan. En wees snel, want om 4 uur, dat is ongeveer nou... Komt de eerste stagiair op gesprek. Ja. Dus pak die concurrentie aan. Laat je spierballen zien en kom bij ons laat zien wat je kan. Heel cool. Ja. En tot volgende week. Tot volgende week. Vrijdagavondshow, hopelijk weer met Sebastiaan. Ja, ik vond het leuk. Ik ook. Jongens. Doeloe. Groetjes.